huis, Ekkie? Ja. Op vele verzoek van iedereen gaan we nu het huis laten zien? Ja. Nou, zullen we maar dan? Ja, we gaan. Oké, nou laten we beginnen. Kijk, tegenover ons huis de speeltuin. Is leuk, Ekkie, de speeltuin? Niet echt. Nou ja, jij zit meer daar op het voetbalveldje, hè? Hier tegenover. Of op het voetbalkoord verderop in de wijk. Nou, mijn mooie auto, de fietsen die we gebruiken om naar het zwembad te gaan. Maar ze worden wel een beetje vies hier, Kie, of niet? Ja, vooral ja. Heel vies. En wie maakt ze dan schoon? Mama. Ja, mama. Niet. Wel. Nou, hier hebben we onze watertoren of onze waterflessen. Die worden iedere donderdag opgehaald en vervangen. Kijk, de kast die we gisteren hebben opgehaald, Kie Jan. Ja. Het is eigenlijk alleen maar zwemspullen en zeespullen. Nou, dan hebben we hier het andere kastje. En wat ligt daarin, Kie? Huiswerk van mij en een heel dik boek. En wat moet je met dat boek doen? Lezen. En is het een Nederlands of een Engels boek? Engels. Hartstikke Engels, hè? Hartstikke Engels. Nou, dan hebben we hier verder de woonkamer. De boekenkast die we hier aangeschaft hebben. Kijk. Hier staan nog alle mooie kaartjes die we van iedereen hebben gekregen toen we naar Dubai vertrokken. En hier in de hoek. Er staan lieve Hanneke en Gerco. Altijd netjes uitgelicht, 's avonds als de lampen aan zijn. Hier zitten wij lekker te chillen. TV. Dan hebben we Nomi. Wat doen wij hier, Nomi? Wat doe jij hier, moeten we zeggen? Ik doe elke dag hier knutselen. Elke dag knutselen, hè? En heel veel kleuren en knippen. Ja. En die klok, met wie had je die gemaakt? Dan vraag ik aan mama hoe laat is. Ja. En dan zet ik hem op die time. Helemaal goed, hè? Klopt. Die had je met roos gemaakt, hè? Ja. Ja. Nee, die heb ik op school gemaakt. Ja? Oh, ik dacht met roos. Nou, dan hebben we hier ons zitje buiten. Even snel laten zien. Kijk, hier zitten we lekker buiten. Lekker overkapt. Dat is wel heel fijn. Kijk, dat is groen. Ei. Trampoline van de kinderen. Het is nou een heerlijk plekje. Helemaal prima. Nou, dan zal ik jullie de rest binnen gaan laten zien. De kinderen willen ook heel graag hun kamers laten zien. Dus dat gaan we zo doen. Kijk, jullie zien de apen hangen. Dat is een wereldreiziger. Van Thailand naar Nederland en nu weer naar Dubai. Die heeft wat meegemaakt, die aap. Kijk, en mijn grote vriend de robotstofzuiger. Dat maakt dat ik eigenlijk bijna niet hoef te poetsen hier. Want één keer in de week komt de meet. Nou, gewoon onze eettafel is eigenlijk hetzelfde als in Nederland. Dan hebben we hier ook nog wel een beetje Kian's domein. Want hier zit meneer de PlayStation. Op termijn gaan we daar dan nog de bedbank van boven die jullie dadelijk gaan zien neerzetten. Maar dat doen we pas als wij nieuwe petten voor onszelf hebben. Kijk, hier voor de keuken. Hier zitten Mels en ik wel eens lekker te werken. Als de kinderen in de woonkamer zitten. Maar helemaal prima is de keuken. We hebben alles wat we nodig hebben. Vooral dat zitje met het barretje vind ik leuk. Want dan zitten de kinderen lekker te ontbijten. Ben ik de broodrommels aan het maken. Helemaal gezellig. Nou, hier hebben we de zijkant van de koelkast uit Nederland. Kijk, hier hangen alle briefjes van de nurse. Want ja, als je hier alleen al schaafwondje oploopt, ga je naar de nurse. Kijk, hier was gevallen at playtime. Hier een bump of the top of her head. Helemaal prima. En een puntenkaart, die hebben we ook gewoon meegenomen. Ook hier moet je gewoon klusjes doen. Dat is een beetje gek voor de meeste kinderen hier, maar onze kinderen wel. Nou, het washok, dat doe ik eigenlijk nog wel grotendeels zelf. Als we dan hier naar buiten gaan, dan loop je naar de meetschool. Die is bij ons ook echt buiten. De meeste huizen hier in Dubai is die binnen. Tenminste, loop je binnen door erheen. Het is bij ons niet. Het is echt helemaal buiten. Maar goed, daar hebben wij nu een logeerbedje staan. Het rubberbootje van Kian. Het strandstoeltjes. Kijk, ook met eigen kleine badkamertje. Dus op zich een prima ruimte. Maar aangezien wij geen meet hebben, geen live-in meet, hebben wij hem niet echt nodig. Nou, laten we snel naar boven gaan. Ik denk dat ze al staan te wachten om jullie hun kamers te laten zien. We hebben hier overigens nog te snel de wc. Wie dat heeft verzonnen, kijk, die deur die gaat dus naar binnen. Het is echt proppen om er langs te komen. Maar goed, het gaat helemaal goed komen.
Nou, dan gaan we naar boven. We hebben lekker 4 slaapkamers hier. Dus als de mensen komen logeren, plek genoeg. En op de overloop lekker ruim. Beginnen we op de gastenkamer, die is gelijk boven rechtsaf. Kijk, hier staat dus die bedbank. Ik ga dadelijk dus naar voor de keuken. Dan kan Kian erop zitten gamen. Kijk, helemaal lekker met het balkonnetje erbij. Helemaal prima. Een mooie kastenruimte. Kijk. En hier denk ik nog altijd aan mijn goal. Als ik hier langskom. Kijk, zelfs de gastenkamer heeft zijn eigen badkamer met inloopdouche. Dus, nou. De eerstvolgende gasten zijn mijn ouders. Dus dat komt helemaal goed. Nou, hier hebben we gewoon de overloop met alle droogrekken, koffers. Niet heel bijzonder. Nou, laten we bij Kian beginnen. Kijk, Kian's domein. Hekkie? Ja, dat is mijn bed. Ja, jouw bed, hè? Vind je het een fijne kamer? Ja, een hele fijne kamer. En wie had de kleur van de gordijnen uitgezocht? Ik. Ja. Meestal hebben we de gordijnen dicht, want anders wordt het heel warm hier. Kijk, je uniform voor morgen hangt zelfs al klaar. En die stoel, die hebben we ook hier gekocht. En zelfs, oh, dat is wel grappig om te vertellen, hier hangt Kian's onesie, hè Kian? Ja, doe ik heel vaak aan. Dat is een bever. Geen grapje. Nee, je doet die altijd aan. En zelfs als de airco uit staat, hè? Ja. En dan ga je er gewoon in zitten gamen. Ja. Totdat het zweet overal staat, hè, zonder airco. Ja, kan Nee, kan je niet schelen, hè? Nou, ook Kian heeft zijn eigen badkamer. Super fijn. Geen ruzie dus, 's ochtends. Oh, boem. Dat is helemaal ideaal. Nou, en het tegenover is gelijk... Wiens kamer? Nomi's kamer. Hier is mijn poppenhuis. Je poppenhuis, waar hebben we die gekocht? Op de Dragon Mart hier in Dubai. Ja, en van wie had jij die gekregen, weet je het nog? Van Casper en Christine. Ja. Was je het alweer vergeten? En hier is mijn badkamer. Hier is een badkamer, hè? Ja, oh, moet alles anders? Oké. Hier zit mijn shampoo water. Ja. En dit is mijn douche. Ja, en sinds je een eigen douche hebt, vind je het opeens niet meer zo heel erg om te douchen, hè? Nee. Nee, en hiervoor vond je het niet leuk, hè? Kijk, nog een leuke foto uit Thailand hebben we hier zelf staan. En nu nog helemaal een mooie kastje erbij. Kastje erbij. Nog een mooie... En nu nog een kastje. Nog een kastje, nog een kaartje uit Nederland. En hier de toilet. De toilet, hè. En je bed hier. En al je knuffels nog uit Nederland, hè. Ja, en mijn schoolboek. Ja, en je bibliotheekboek van school. Ja, omdat we op school een bibliotheek hebben. En wie was de library star vorige week? Nomi! En deze week ben jij de? Sportstar! De sportstar! Nou, gaan we hier naar de master bedroom. Die zegt mega. Kijk, ook al gelijk een balkon. Kijk, onze sportspullen. Alhoewel het buitenspeelapparaat zit nog niet in elkaar. Kijk, mijn hakjes. Ons bed. Hier komt dus binnenkort een nieuwe. Dan gaat deze dus naar de logeerkamer. Helemaal mijn plekje. Hè? En ook papa's plekje. En papa's plekje. Je hebt helemaal gelijk, Noem. Hier hebben we onze kasten. Onze kasten. En hier is de badkamer. De badkamer. En wie hebben er een bad? Mama en papa. Mama en papa hebben een bad en een douche. Kijk, en hier wil ik dan op termijn. Het is ruimte genoeg hier, Nomi. Dan gaat mama hier. Kunnen we nog even bij jou slapen? Nee, hier komt een mooie make-up tafel voor mama. Ja. Dat mag jij dan af en toe ook, hè? Ja. Ja. Dan kom ik altijd even bij je. Nou. Om mijzelf make-upen. Dan make-upen. Help je me. Ja. Hé, hey, en wat doet die camera daar achter jou? Er staat een camera tussen de wasmanden. Waarom hebben wij die? Omdat als we uit het bed gaan, gaan we altijd vroeg daar doen we weer bij camera. Ja, die gaat alleen maar af. Wij krijgen een melding als die afgaat. Dus jullie voor 7 uur 's ochtends uit je bed gaan, hè? Ja.
Dan hoort hij ons. Ja, en dan ziet hij jullie. Zelfs als jullie er snel langs rennen. Ja. Ja. Nou, dat was hem, hè? Dat was het huis. Ben je blij met het huis? Ja. En het is een nieuwe. Het is een nieuw en huis. En we hebben ook een speeltuin. Ja, die had ik al laten zien, helemaal aan het begin. Mag jij volgende keer het zwembad op de video laten zien? Goed? Ja. Zeg maar dag. Dag kids. Doei.